Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een track uploaden op de Mio. Ga daarvoor naar het internet naar de website waar je een fietsroute kan maken. Als voorbeeld gebruik ik routeplanner.fietspont.nl. Het linkje staat in de beschrijving. Klik op fietsrondje. Vul de plaats in van waar je wil starten. Bij VIA vul je in naar waar je toe wil rijden, bijvoorbeeld Dokkum. Voor een uitgebreidere route kun je ook meerdere plaatsnamen invoeren, zodat je je rondje groter kan maken of je kiest het aantal kilometers. Als je op meer opties klikt, kun je nog aanvinken wat je voorkeuren zijn. Wat wil je vermijden en wat voor routetype wil je fietsen? Ik klik op de racefietsroute. Klik dan op Plan rondje. Links kun je je gemiddelde snelheid aanpassen, zodat je ongeveer kan zien hoe lang je onderweg bent. Is dit het rondje wat je wil fietsen? Klik dan op GPS. Download het GPX-bestand. Het GPX-bestand staat meestal in het mapje Downloads op je computer. Sluit de Mio aan op de computer. Kopieer het bestand. Ga naar het mapje van de Mio. Deze heet bij mij Untitled. Klik je door naar Tracks en hier plak je dan je nieuwe route in. Nu staat je track op de Mio. Koppel je Mio weer los van de computer. Op het dashboard zie je de knop Track staan. Druk daarop. Hier verschijnt nu je geüploade track die je hebt gemaakt.